De bussen die diensten verlenen aan het Nationaal Vervoerbedrijf NVB blijven vanaf vandaag in de garage en de boten blijven aan de ketting. De boot- en bushouders vinden dat ze te lang wachten op hun reguliere betalingen. Iwan Woon, de ondervoorzitter van de organisatie van boot- en bushouders in Suriname, zegt dat de leden hun reguliere betaling over de maand mei nog steeds niet hebben ontvangen. Ook wijst hij erop dat de bushouders die het verplegend personeel dagelijks vervoeren, sinds november 2020 niet hebben ontvangen. De belangenorganisatie is vaker met de regering in onderhandeling gegaan over de betalingen. Echter is daarvan nog niets te merken. Eigenlijk zou ik al vorige week in actie gaan hoor, maar ik heb nog niet voor rekening met ze gehouden. En ik heb ze tot gisteren, ik had ze al een ultimatum tot gisteren gegeven. Dus maandag. En nog steeds, er is er, want ik hoor steeds, als ik in contact ben met de directeur, zoals de minister, hoor ik, alle stukken zijn in orde, maar de minister van Financiën moet het geld overmaken. En nou, dat gebeurt gewoon nog niet. Je weet, de brandstofprijs is omhoog gegaan. Mm-hmm. Mei, juni hebben wij al, tot en midden juli hebben we al voorgeschoten. We hebben geen geld meer gooien. We kunnen die wasten blijven voorschieten en er gebeurt niets. Yeah. We hebben geen geld meer om... Kijk, bijvoorbeeld mijn dus. Ik heb een route Paramaribo-Billington. Iedere dag tank ik 750 SRB diesel. Maar de opbrengst kaartenverkoop is maar 200 gulden. Dus ik moet iedere dag 550 bijzetten om te kunnen tanken dat ik kan rijden volgende dag. Dat geldt daarvoor niet meer. De OBS zegt dat zij niet op straat zal komen om actie te voeren. Gezien de brandstofprijzen hoog zijn, willen zij niet zomaar benzine gaan verbranden. Volgens Woon zullen de chauffeurs en bootsmannen gewoon thuis blijven totdat zij horen dat de betalingen zijn gedaan. Als dat het geval is, wil de bond eerst natrekken of dat werkelijk zo is, alvorens de actie opgeschort wordt. Binnen deze actie van de organisatie van boot- en bushouders in Suriname zijn er geen dispensaties verleend. Ook niet aan bushouders die het zelf personeel vervoeren. Kijk, die mensen zijn vanaf november niet betaald. Mm-hmm. Hoe lang moeten we nog verder gaan? Vanaf november is bijna 8-9 maanden dat die mensen geen geld hebben gezien. Ja. Maar hun kosten, alles gaat door. Ze moeten chauffeur betalen, de onderhoud moet gepleegd worden aan de bussen. Speerolie verversen iedere maand. Maar ze krijgen geen geld, hoe dan? Dat was Iwan Woon, ondervoorzitter van de organisatie van boot- en bushouders in Suriname. Hij zegt dat de actie van de OBS doorgaat totdat de regering inkomt met de betalingen.